Hallo allemaal! Ja, mensen! En welkom weer bij een nieuwe reportage. En een review. Ja, we staan vandaag hier in Den Haag. Den Haag, ja. Het is gezellig hier, mensen. Het is gezellig. Bij de Bospoort. Ja, oké, ga verder. Ja. Ja. Op Malieveld. Malieveld, ja. Dat is geen demonstratie deze keer. Maar kermis is weer terug, mensen. De Koningskermis. De Koningskermis. Zal nu even naar jouw camera kijken. Ja, ik moet ook even naar jouw camera kijken. Dat moet een beetje switchen. Dit is een beetje heel gecompliceerd. Een hele mooie kermis hier, mensen. Misschien wel een van de beste kermissen van het jaar. Daar ben ik het mee eens, ja. Maar er staat er eentje op het programma. Die is ook wel goed. Maar dat terzijde. Hele goede kermis hier. En ik ga je alles laten zien via mijn kanaal. Maar jij gaat alles laten zien via jouw kanaal. Juist, ja. Dus mocht je nou op die video geklikt hebben, like hem even. Mocht je nou op deze video geklikt hebben, like ook even en abonneer, want hij heeft niet zoveel abonnees. Hij heeft allemaal gekochte abonnees. Dat is helemaal niet waar. Oh nee, dus niet, maar hij heeft wel veel abonnees. Maar ja, meer er kunnen nog meer Nederlanders bij. Dat absoluut, want zijn, ja, inderdaad. We gaan beginnen, want anders wordt het voor mij veel te lang. Zeker, we gaan lekker beginnen. Ik neem je mee. In my mind, I can't get them out. No matter how hard I try, I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. De Lost Escape Adventure, toch het benoemen waard, want er zijn weer een aantal nieuwe dingen bij deze zaak. Ja, het is niet te geloven, ze blijven maar vernieuwen. Zoals de gekke wetenschapper bovenin, samen met een papegaai die ook beweegt. Het zijn allemaal animatronics, ziet er goed uit. Ja, is echt goed. Goed uit. Echt goed. Ja, goed. Ik imiteer even de papegaai. Oh ja. De papegaai minder heeft. Wat dan? Pirates Adventure, die is al papegaai kwijt. Ja, hij is weggevlogen, ja. Hij is weggevlogen bij de Pirates Adventure, ja. En de ledjes op Escape Adventure zijn ook nieuw. Het is, ja zeker, mooie nanoled. En het is gewoon een prachtige zaak, hè, mensen. God allemachtig, zeg. Een van de beste loopzaken, de beste loopzaak van Nederland. Van de attractiespecials hier op het Malieveld in Den Haag staan we voor de Hurricane van Reken Brouwers. En we zijn met Tony. Jazeker, hallo. En we gaan even een ritje maken, toch? Ja, ik vind het goed. Gaan we naar de kassa dan? Zeker, ben benieuwd. Mooi, dan gaan we naar de kassa. Hallo mensen, we zitten hier in de Hurricane. En ik dacht, de Power Search is er niet. Wat is nou een leuke attractie om een special over te doen? Nou, ik dacht, we stappen lekker gewoon in de Hurricane. Want dat is best een leuk dingetje. We zitten vandaag met... Hallo! Met Tony. Hallo! En die doet al het werk voor mij. Ik ben natuurlijk VIP. Ja. Dus ik help Tom maar een beetje mee. Zo! Maar wat er van buiten misschien een beetje dol uitziet, is echt leuk, want we hebben hem al eens vaker gedaan toen hij hier in première ook ging in Den Haag. Met wij bedoel ik toen Patrick en Wieger was daar toen ook bij. Patrick zit nu aan de andere kant.
met Dustin. En andere kant op. Oh, andere kant op word ik net. Rondje draaien. Hoppa. Zo. Ja, dit ding kan best heftig zijn. Want ik had het natuurlijk over. Van buiten ziet hij misschien wat niet zo heftig uit. Maar dat is hij wel. Want je kan hem zelf zo heftig maken als je is. Je kan namelijk zelf draaien. Ik geef gewoon rondjes weg, alsof het niks kost. Ja. En dan draait de molen zelf en die gaat dan op en neer, een beetje als een wellenvuur. En als je dan nu, zoals ons, met de molen meedraait, nou, je moet er niet snel duizelig worden. Dit is een totally world, okay. Ja. Als je geen churros op hebt, dan is dit een goede aanrader. Ja. Kom maar weer, afgesproken. Door trouwens ook een leuk showtje gegeven. Een jingle showtje weliswaar, maar dan nog. Het is hartstikke leuk met roken bij. Er zit ook een mooie ledspot in, dus s'avonds zit er ook echt een eyecatcher. Mooi bestikkerd is hij. En de rit zelf is ook erg leuk, variabel. En lekker snel. Het is gewoon een leuke familiezaak dit. Laat het maar draaien. Ja, je bent kapot als je echt een heftige rit wil hierin. Maar een hartstikke leuke zaak. Kost 3 euro hier. Is niet duur. En lekker lang ritje. Leuke zaak. Gewoon een leuke zaak. Het wordt naar mijn mening ondergewaardeerd in Nederland. Ja, heerlijk. Mensen, tot de volgende keer. Zo, daar zijn we weer. Ja, net eruit. Lekker. Ja, we zijn weer geland. Veiliger wel. Wat vond je ervan? Ik heb mijn mening natuurlijk al in de zaak gegeven, maar dan ben ik toch benieuwd naar jouw mening. Ja, mijn mening. Ik vind het een leuk zaakje. En het, wat jij ook zegt, het wordt ondergewaardeerd, want stiekem is het gewoon een leuke familiezaak. Maar ook in de avonturen met een groep jongeren, kan je hem zo dol en leuk maken als je zelf wil. Ja, en inderdaad, dat is juist het aspect wat deze zaak zo leuk maakt. Je kan ermee doen wat je wil. Je kan er met z'n vieren in. Leuk groepje vrienden, zoals wij bijvoorbeeld. En dan heb je gewoon de tijd van je leven. Je kan lol maken. Hè? Ja, zeker. En flink draaien eraan aan het wiel. Flink rondjes geven. Ja, nou je moet wel... Normaal van de rondjes geven, maar... Nou wel. Ja, hier kan dat. Ja, hier kost niks. Ja, 3 euro, maar ja. Ja, maar dat is prijs inbegrepen. Dat bedoel ik. Leuke zaak, mensen, absoluut. Ja. Als je hem tegenkomt, ik zou hem zeker een keertje doen, want ja, het is uniek. There's something that won't let me forget. The way that you move. You tattooed me with your lips. I wore you like perfume. You like perfume. We were like no other. Two hearts on the edge. But we went from lovers to just being friends. Can you? De kermis is de megaslide van Vonk hier in Den Haag. Vorig jaar hadden ze hem al overgekocht. En toen was hij nog in de oude stijl. En deze winter hebben ze hem gerestyled. Ze hebben hem een Oktoberfest themaatje gegeven. Met mooie nieuwe naamborden zoals je ziet. Een prachtige nieuw bestikkerde kassa. En op die kassa zitten ook mooie ledborden verwerkt. Dat vind ik altijd mooi als op kassas er echt ledborden in zijn verwerkt. De glijbaan zelf heeft ook een nieuw kleurtje gekregen en bovenop zit in plaats van een naambord een ledscherm. En ik hoop dat daar nog wel wat paintings of een bestikkering op komt, maar ik denk dat dat vast wel goed zou komen. Ik vind hem erg mooi geworden. Tuurlijk, het oude stijltje was al heel erg mooi hoor, vond ik zelf. Had ook wel wat unieks, vooral als hij met die kap er natuurlijk overheen stond. Maar dit is zeker niet minder. Ook zitten er achter op die naamborden een paar mooie nieuwe ledspots. En we gaan hem maar eens even testen. Patrick en ik gaan er maar eens even vanaf. Even kijken of hij lekker soepel glijdt. En wie er het eerste beneden komt. Hoi. Nou mensen, we gaan er vanaf. Eens kijken hoe soepel hij is. Kijken wie er als eerste beneden is. En we gaan even
beginnen met de glijbaan. Ja, daar gaan we. Hey. Ja. Oh, Jezus, waar ga je heen? God. Ik ben gewoon falikant verslagen. Ja, en hoe flink, hè? Jongen. Ah, het blijven altijd leuke dingen, deze glijbaantjes. Altijd leuke dingen. Dus je eerste keer dat ik zoiets doe op de kermis. Serieus? Ja, de kermis nog nooit gedaan. Ik heb wel eens die grote Duitsers dingen gedaan. Oh, nee, nog nooit gedaan, nee. Drie fiets was de enige keer. Oh, nee, en in de tuin nog een keer. Oké. Ja, daar zijn ze gewoon. Het is verboden. Dat is waar, ja. Ja, ik had ook onder andere in Fundomio eentje gedaan. Oh. Ja, ik vind het altijd wel grappig, dit. Hij was goed gesmeerd, die van mij. Ja, die van jou had ik van mij niet. Ik ben vaarlijk al verleden. Nee, ik kom hier nog een keer terug, mensen, met een grote battle, met vier of zo. Hopelijk ben ik daar dan ook bij. En dan, hopelijk dat jij een keer wint. Maar kunnen we ook een winnaarsrondje doen als we met meerdere zijn? Een winnaarsrondje? Ja, dat is leuk. Stel je met een hele grote groep, 8 personen. Dan doen we de afvalrace. Juist, ja. Gaan we zo wat op te zien. Allemaal te zien op de Patrick Era. En nog en ook op mijn kanaal natuurlijk. Zeker. Wat een slechte outro. Het is sowieso een slechte video. Mensen, we gaan even, Marijn, de kermisreporter, die gaat even Pink Date uittesten. Dat is zo'n... Ik heb dit dus nog nooit gedaan. Hij heeft het nog nooit gedaan, zegt hij. Oh, daar gaan we. Oh, te ver. Ai. We gaan het nog een keer proberen, ja? Kijk, daar gaat hij. En... Oeh, zonde. Maar hij heeft nog een credit. Gaat het hem lukken? Dat is belangrijk, ja. Daar gaan we weer. Ja, nee! Oh! Het is dubbel glas, daarom zie je het niet. Ja, dubbel glas. Dat zijn de excuses, hoor. Wat is het op de bouwvak? Het is dubbel glas. Ai. Dat is niet heel best, ofwel. Ik hou het toch maar bij de Monster Drop, daar ben ik iets beter in. Dat was de kermis hier op het Malieveld in Den Haag. Mooie kermis, echt een goede kermis. Het mooiste wat hier eigenlijk te vinden is de opstelling zelf. Want ze hebben een beetje geleerd van die coronakermissen. Het is, want toen was het vrij breed opgesteld, alleen nu is het heel knus opgesteld. Het is een beetje à la Duitsland, je loopt altijd op zaken af. Er zijn leuke smalle paadjes, pleintjes zijn gecreëerd. Het is echt een goede opstelling. Daar verbaasde ik me echt over. Het was echt leuk. Verder staan er natuurlijk ook gewoon, topkermis qua attracties. Ik bedoel, twee hele goede breakdancers natuurlijk. Hè. De Porter en de Voer. Een mooi reuzenrad, de Turbopolyp, de Propeller. Ook natuurlijk een topper op deze kermis. En dan komt er natuurlijk nog de Power Search hier. Die is wat later, want die staat nu nog in Praag. Dus die schuift hier later aan. En die komt dus op deze plek hier. Waar wij eigenlijk praktisch gezien nu staan. Ja, het is nu nog een dorrig veldje. Maar ja, straks komt de pauze. Dat is natuurlijk wel echt een topper. Want als er één dingetje mist, is het een beetje een lage, iets compactere trailride. Top kermis, mensen. Dus als je hem nog wil bezoeken, doe dat zeker. Hij staat hier tot en met Koningsdag, als ik me niet vergis. Het enigste wat ik aan te merken heb,
is de beveiliging bij de ingang? Want het is wel weer afgesloten en je wordt dus gescand met zo'n metaaldinges, wat je ook bij vliegvelden, metaaldetector. En je tassen worden gecontroleerd. Alleen, nu is er maar één ingang en bij die ene ingang staan vier beveiligers, waarvan twee maar de tassencontrole doen. Dus op het kermistrein is het op dit moment bijvoorbeeld wat minder vol, terwijl er een gigantische rij buiten staat. Het is een beetje dubbel en dan denk ik bij mezelf, jongens. En ook het feit dat er dan dat het nu wordt gedaan en overdag niet. Dus als er hier iemand met kwade bedoelingen zou lopen, dan kon die al het trein op 's morgens. Dus ja, weet je, het is allemaal een beetje vreemd. Maar goed, leuke kermis. Daar sluit ik mee af. Vond je deze video nou leuk? Like hem even. Als het knopje nog rood is met abonneren erop, doe dat dan ook even. Zou ik erg waarderen. En dan zien we jou weer in de volgende reportage of andere video. Waar ook, hè? Het is fucking koud. Dat is fucking warm.